voor de NATO en we maken van deze ronde af dat straks doen we vast op een derde ronde. Ja! Dus hoor je nog meer van. Ja, je moet iets meer met de laatste tijd aanvaren. Je moet er allemaal afbestemmen. Dat is klein. En er zijn mensen die groeien op en dan leren hun ouders, God is Jehovah. Je hebt mensen waarvan de moeder Geld is en die zeggen, God heet Yahweh. Maar wij hebben Yahweh, hier voor jullie, John Bachman! Lief lijf, laat ik je eens vriendelijk toespreken. Waarom houd je niet van me? Waarom laat je me in de steek? Natuurlijk denk ik te makkelijk, het lijf doet zoals je gewend bent, wat het moet doen, maar nu? Waarom stokt het zomaar? Sta ik als een trillend blad gestut tegen een muur? Waarom moeten witte jassen gebogen met een stethoscoop over mij heen gebogen? Lief lijf, kunnen wij niet rennen over de velden of in het café met vrienden een glas nuttigen? Lief lijf, wat heb ik fout gedaan? Welke vrouwen waarvan je zei die niet, die kan ik niet verdragen, lief lijf. Kunnen wij weer vriendjes worden? In het café vertel ik dan dat ik van je hou. Dankjewel, Jan. Ik heb het akkoord dat het ook verdwijnt in de tas om mee naar huis te nemen. Want dat is poëzie natuurlijk altijd, om mee naar huis te nemen en thuis nog eens rustig op je gemak te lezen. Maar vanavond zijn we vooral aan het luisteren. En dat gaan we doen, misschien in het Frans, misschien in het Spaans. Niet in het Portugees, maar wel in het Nederlands. Hier voor jullie Linde Suzanne! Ja, nee, blijf in Nederland. Ik ga de derde ronde niet halen, ben ik bang, dus ik ga er een kleintje bij stoppen. Op de dagen dat het dek deint, je blote zolen glibberend glijden in een wereld die langs je heen schuift. Dat zelfs je kajuit de jouwe niet meer lijkt, dat de windhaan zijn mind niet opmaakt over wat er waait vandaag. Dat de donderstorm daar buiten je kompas fopt met magneten aan weerszijden van je hoofd. Zoek een hoekje. Nestel je neer, wikkel je in de zeilen, rol je op. Luister. Er komt kade. Er komt zon. Er komt later. Woe! Komen er geen woorden, wees er dan zelf een. Wees zucht, wees leegte, wees vreugd, wees leven, wees waas, wees waarde, wees waardig, wees waardevol, lees uzelf. Waarschijnlijk moet je zo meteen op de trein halen. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Utrecht. 030, je weet toch? Ik had er graag een eentje. Maar neem dan ook op z'n minst nog even deze reus van een dichter in je op. We gaan luisteren naar Rob Hilst. Ik heb net als Peer ook een positief gedicht. Yes. Internetmeisjes. Elke dag een keer of vijf komen ze. Willen ze allemaal vriendschap of gewoon een chat? Allemaal hyperseksueel. Een woord dat ik eerder niet kende. Ze hebben mooie sensuele namen. Dezelfde tattoo op hun rechterborst. Ze zijn heel lief en ze willen me helpen. Allemaal meisjes. Heel jong, heel vol en voor mij.
Mijn mailbox laat zich ook niet onberoerd. Erectiepillen om maar door te kunnen gaan met allemaal meisjes, heel veel meisjes. 10 kilo afvallen in 2 weken is geen probleem. Gewrichtspijnen zijn vanaf nu ook verleden tijd. Doorlekken, ja, u hoort het goed, is echt voorbij. En mocht er nog iets over zijn van mijn kwetsbaar ongemak, dan is er altijd nog wat wietolie. 2 druppels is genoeg. Het leven was nog nooit zo mooi. Mijn algoritme maakt me echt onsterfelijk. Ik ben zo jong, het was nog nooit zo ideaal. Wat een liefde, wat een meisjes, wat een meisjes, wat een meisjes allemaal. Ik ben fan. Hey. Dankjewel, Rob. Wij maken het ieder voor de volgende dichter. Jij vindt echt altijd al een dichter. Ik vind het altijd al een ideaal bericht. Dus. We gaan luisteren naar een van de meisjes die hier poëzie is komen brengen. Wat een feest. Hier voor jullie, Else van Houten. Hey. Dit is de 5-4-3 methode. Heel bekend bij mensen die paniekaanval hebben. Leuk. Open ze. Ze zijn open. Oké. Een raam, mijn bed, 2 voeten, vieze zakdoekjes en een tas. Adem in, niet uit. Te weinig ruimte in de kamer, te weinig ruimte in mijn longen. Te veel licht, te veel lucht, zo mijn lichtpijp ingedrongen. Zonder permissie, ze wrongen de indrukken, drukkend op mijn slapen, niet meer op te rapen. Te veel spullen, te veel dingen, adem in. Warme sokken, kramp in mijn kaak, zure tranen en een elastiekje in mijn haar. Adem in, niet uit. Te weinig tijd, te weinig rust, zonder donker geen bewustzijn. Een zure huid die alle stukken op moet vangen. Hoe kan het ze lukken alles te incasseren en balanceren en steeds maar weer een keer en het stopt niet. Een oneindige bron broeiend zonder doel, groeiend, gillend, razend langs mijn oren kaatsen, drukken op mijn slapen, laat me slapen, adem in. Een uitgeblazen kaars, het eten van beneden en de parfum van mijn moeder. Adem in. En uit. Verwarrende waas, mijn visie zo wazig, geen plek om te plaatsen, nog steeds rondkaatsend en echoend in mijn hoofd. Het heeft geen oorzaak gehad, ook geen gevolg. Volgende keer dezelfde methode, mijn wangen weer rood en altijd in golven, zonder reden of doel, mijn luchtpijp dichtgeknepen, geen verstand of reden om het op te nemen. Dus zit ik het uit. En volg ik de vraag van 5 dingen die je ziet, 4 dingen die je voelt en 3 dingen die je ruikt. Wauw. Okay. Daarvoor heeft afgedaan. Ik heb er toch nog iets vrouws over kunnen zeggen. Ja, ja, ja. Dat is toch nog voor de gemakkelijke. Maar ben je klaar met je gedicht? Ja, oh ja, ik ben al klaar, allang klaar. Maar het is nooit, nooit klaar. Ja, op een gegeven moment moet je aan de eind aanbrengen. Ja, dat is nu. Bij deze, dames en heren, je ziet hier voor de 2 keer vanavond met de hoed Simon Kool. Ik mag er maar 1 doen, dus ik doe er een paar tussendoor. Ik ben de vleesgeworden fluwelen messias. Met mijn gouden Versace lovers neuk ik alleen maar kleine jongens. Want vrouwen kunnen toch geen perfectie bereiken. Ergo cartesoen. Dat geldt dus niet voor vrouwen, die hebben namelijk wat beters te doen. Bovenop de kerk sta ik mijn eigen klokkenspel te luiden. Ik ben immers kleinzoon van dominee en belastinginspecteur. 1000 kleine mensen zwak op de knieën, bloed op de kinderkopjes en mijn witte, druipende reet boven een brandend speelgoedparadijs. Wist u dat een vlinder zichzelf dood kan vliegen? Dat is niet waar, maar het is wel mooi. Ik proost op dat de hemel op ons dak komt, want een brandend bosje rozen en salie heb ik alvast over mijn schouders gegooid. Opgeruimd staat immers netjes. Dank je. Dankjewel. 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 Dankjewel.
Buiten wordt het al een beetje donker. Dat betekent dat de bloedzuigers, oftewel de vampieren, beter bekend als schrijver van griezelverhalen, of misschien ook gewoon poëzie, weer eens op gaat staan en zich van zichzelf laat horen. Hier voor jullie voor de tweede keer vanavond, Luc Gubbers. Het wordt al donker, dus de zonnebril kan op. Precies. Patiënt 129.814. Mijn kop zit vol coronasnot. Mijn ogen hol, totaal verrot. En mijn masker bol, longen kapot. Vorige week lag ik in bed met 129.813. En nu met 41. Geschapen uit een gevogelte lunch. Genesis in Wuhan. Geëvolueerd tot een gemaskerde schreeuw van Edvard Munch. Het gevolg van een ranzige chauffal. Het stroomt door mijn lijf, het 129-81 virus. Zeg, 129-815, kom eens hier, opdat ik je kus. Even een zacht slot als overgang voor de volgende dichter. Ik verwacht niets meer dan zachtheid. Dus hier voor jullie Montana Hogeboom. Okay. Dit is een gedicht die sinds een paar weken, waar ik een paar aanpassingen aan heb gedaan. Omdat eerst was het zeg maar zo en nu is het veranderd. Heel vaak is het gebeuren. Oké. Okay. Poëzie. Poëzie, ja. Ik was blind voor het leven, omdat ik bang was voor het leven. Ik ben vlucht voor de dood. Ik dans rijenhuizen met felle lichten en doffen. Geen gevoel bij geld, maar wel rijkdom willen. Negatief uitlichten, terwijl positief begraven ligt. Tegen muren oplopen. Zwaaien, maar niet gezien worden. Naar gezwaaid worden, maar niet zien. Onwetendheid en zoeken. Breken door een muur. Wegrennen voor de dood. En angst voor het leven. Wie beschermt mij? Wat is mijn doel? Waar wacht ik op? Of is het er al waar ik op wacht? Hallo? Leef jij mij? Of ben je aan het begraven en vluchten? Blind. Niet zien, voelen, horen, beleven. Genieten. Wat is genieten en wanneer ben je voldaan? Ik was blind voor het leven, omdat ik bang was voor het leven. Lege stadions. Het vuurwerk dat voor de ingang opstijgt en in knetterende flitsen het begin van de wedstrijd overziet, onderstreept de stemming van uw trouwe verslaggever. Het lijkt meteen een paar graden kouder als er geen publiek is. Ze spelen opeens echt tegen elkaar. Echo's van aanwijzingen kaatsen over stoelen waar niemand zit. Kort muziek na ieder doelpunt, voor de vorm, de spelers als acteur. We vullen de rest wel aan met in het verleden behaalde resultaten. Wat is dit voor leegte? Vraagt de commentator kennelijk aan zichzelf. Eindelijk horen we de spits schreeuwen naar een goal. We verstaan de coach, nu te praktisch voor mystiek. Je kunt het geen publiekswissel noemen, behalve voor de kijkers thuis, vertelt de stem. Het fluitje scheller dan normaal. Het holle metaal als de keeper zijn noppen schoonklopt tegen de paal. En zelfs de bal heeft meer geluid.
Een grapje over 1,5 meter als een speler zijn man onvoldoende dekt. Voor de rest, binnen de lijnen, hetzelfde Johannes als altijd. Blijkt als hij spreekt over een bijzonder matige wedstrijd. Een paar maanden later, voor het eerst een handvol toeschouwers toegelaten. De stem, die weer wat jonger klinkt, zegt uitgelaten. Het zijn dan weliswaar maar 2000 supporters. Ze maken geluid voor 10. Zoals de staafmixer zich soms in een hoek op de soep op de, van de bodem in een pan zuigt, zit je plots onder als je na voorzichtig trekken losschiet en het oppervlak doet borrelen tot spetters. Zo vrees ik soms te veel de diepte in te gaan. En als we elkaar dat zeggen, hangen we er even boven. Weer beter op de hoogte zet ik me af tegen de grond. Draai het bolle vlak onder mijn stap weg. Draai precies de snelheid van mijn denkbeelden in beweging bij te houden tot ik ben waar ik zijn moet. Voorlopig dan, in elk geval, leggen we netto in totaal maar een paar kilometer af. Een bestaan lang onderweg naar een voorspelbaar graf. Weet ik dat het snel klaar is. Ja, nee, we kennen de man al langer dan vandaag. Ik ben er vol vertrouwen, het was een beetje inkleuring. Ja, nee, maar... Poëzie! Poëzie! Afgelopen weekend was ik natuurlijk zwaar gewond geraakt tijdens het werken hier door een gebroken bierglas. Ik heb niet gevochten, het was een ongeluk op werk. En je hebt ook niet gehuild, hè? Ik heb ook niet gehuild. Ik kreeg geen pleister van vuur. Nee, er was wel degelijk een verband trommel nodig. Ook om natuurlijk vanwege de hygiëne. En, maar ja, zo is ie. Maar goed, nu we het toch weer halve littekens hebben. Ze zijn er weer. Halve littekens. De kanttekeningen als herinnering dat we nog altijd maar van vlees en bloed zijn. Van foutjes weten. Als de ongelukjes de hoek omsluiten. Het bewijs dat jezelf verbinden beter gaat met 2 handen. En schrik een slechte raad geven. Nu we het toch maar weer over littekens hebben. Daar zijn ze weer. De flashbacks naar het eerste tastbare van een lichaam. De huid die beter gedijt bij schampingen dan het doorklieven ervan. Men weet immers niet wat ze eronder aan zullen treffen. Nu we het toch maar weer over littekens hebben. Over het algemeen helen ze vanzelf. Maar niet gezegd is altijd hoe lang het duurt. Pauzeren voor bier, muziek, sigaretjes, toiletbezoeken.